Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij. En deze video ga ik niet editen, omdat ik denk dat dat het meest leerzaam is als ik deze video niet edit. En ik waarschijnlijk ga ik heel veel spraakfouten maken of ga ik me verspreken. So, I'm so sorry. Maar vandaag ga ik mijn make-up doen. Mijn daily make-up routine. En die ga ik dus niet editen. En het rode lampje brandt nu omdat mijn camera leeg is. Fijn, maar in ieder geval, dit is mijn make-up tas. En ik vind het dus eigenlijk helemaal niet leuk om in deze kamer mijn make-up te doen. Ik doe eigenlijk nooit in deze kamer mijn make-up. Ik doe altijd mijn kamer bij de woonkamer, bij de televisie met Netflix aan. En dit is mijn make-up routine, is gewoon de make-up routine waarvan ik weet van oké, als ik er goed uit moet zien, als ik een event heb of weet ik veel, dan doe ik gewoon dit, want dan weet ik sowieso dat het goed zit. En ik vind het niet leuk als ik ergens heen moet en ik weet dat ik er goed uit moet zien om te experimenteren met make-up. En toen viel het wel uit, dus dat is een enorm goed begin. Ik ga beginnen met mijn make-up en met mijn dagcreme. Dat vind ik erg belangrijk. Ik gebruik de Kiehl's Ultra Face Cream. Ik ga proberen ook alle producten hieronder even neer te zetten, omdat ik enigszins zo snel mogelijk door wil gaan, omdat het anders echt een hele lange video wordt. Maar ik denk, ik weet niet, het is het leukste denk ik om het gewoon niet te editen, want dan krijgen jullie het meest realistische beeld van hoe lang het allemaal duurt, hoe lang ik er allemaal over doe. En in mijn vorige video vroeg ik aan jullie, zou je het leuk vinden om een daily make-up routine te zien, omdat ik dat al zo lang niet heb gedaan. En ik wel altijd complimenten krijg op mijn Instagram foto's, wat 9 van de 10 keer deze look is. En gisteren ook op Instagram in mijn verhaal, voor mij gisteren voor internet online komt, ik denk vandaag, had ik in mijn verhaal een aantal producten gezet die ik zo erg verkracht heb dat ze zeg maar helemaal gewoon kapot zijn. Dat ik ze gewoon echt zo vaak gebruik dat ik ze helemaal verkracht heb. Dus ja. Dan ga ik door naar mijn primer. En dat is de Marc Jacobs Invisible Uncover Perfecting Coconut Face Primer. Echt, hoe lange naam kan je verzinnen? Hier doe ik 2 pompjes van. Ik weet niet waarom ik deze mag gaan gebruiken, maar mijn Guerlain Gouden Primer is op. Heel vet. Dus ik had deze nog, dus ik ben deze gaan gebruiken. En ik heb hier ook nog een heel treetje met primers. Dan zijn het altijd primers die of pore filling zijn of color correcting zijn en zo, en dat wil ik niet op een daily basis gebruiken. Uiteraard heb ik mijn handen gewoon gewassen en ik masseer het echt goed in mijn huid. En zoals je kan zien, laat ik mijn huid echt super dewy en super shiny en dat vind ik altijd heel erg fijn, want ik heb best wel een droge huid. Dan ga ik eigenlijk al meteen door naar foundation. Uit de grabbeldoos. Zeg maar normaal edit je video's gewoon zo netjes dat je altijd gekraak en altijd en altijd dinges eruit haalt. Maar dat ga ik dus nu niet doen. Dat is best wel spannend. De Shuwei Essentials High Cover Cream Foundation en de Forever Skin de Your Skin Forever Foundation. Deze heb ik in 015 en deze heb ik in Pearl. En deze ga ik mixen en ik weet dat het niet meer goede kleur is, maar ik ga vanavond uit. En als je in dat licht, als je met uitgaan in het licht, zeg maar, te licht bent, dan ben je zeg maar echt een geest. Dus ik vind het wel fijn als ik uitgaan ietsje donker te zijn. En nu denken jullie, Jessie, uitgaan. Ja, nee, ik ga dus echt natuurlijk nooit uit. Alleen vandaag, alleen het woordje van Bas die vroeg of ik meeging uit een keertje in Amsterdam. Want hij woont in Amsterdam en ik dacht, oké, fuck it. Ik ga gezellig met jou uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Maar dat vind ik ook wel weer leuk. De laatste keer dat ik uit ben geweest is echt een paar, nou ik denk sowieso meer dan een jaar, sowieso meer dan een jaar geleden. En ja, ik heb er op zich best wel zin in. Ik reageer 9 van de 10 keer niet geweldig goed op drank, met dat ik eigenlijk meteen hoofdpijn krijg. Dus we gaan het zien en ja, nou, echt zo'n mooie foundation. Dus dit, dat breng ik gewoon helemaal aan. En normaal knip ik dit echt zeg maar zo kort van oké, nu breng ik het aan en boem, het is aangebracht. En normaal vind ik echt gewoon 5 minuten alles helemaal perfect te blenden. Maar ja, dat zien jullie natuurlijk niet. Jullie zien niet dat ik het alles helemaal perfect probeer te blenden en hoe lang ik erover doe. Dus ik vind het ook weer leuk. Hopen dat ik de video niet een uur lang maak. Dat ik er wel een beetje sneller doorheen ga. Ik heb wel bedacht om wenkbrauwen en zeg maar mijn wenkbrauw even door te spoelen, omdat dat oprecht zo lang duurt dat het echt gewoon niet boeiend is voor jullie. Dus om mijn wenkbrauw zeg maar gewoon doorgespoeld af te laten spelen.
en mijn wimpers van camera af. Omdat ik daar natuurlijk een hele video over heb gemaakt. Echt een extreme in-depth video over mijn wimpers plakken. Echt een 10 minuten tutorial van hoe plak je wimpers. Dus weet je wel, als jullie dat echt willen zien. Want ik kan het niet echt goed uitleggen, goed laten zien hoe ik mijn wimpers plak. Als ik zeg maar het ja, snel moet doen of zo. Dus vandaar. Dus alleen de wimpers en de wenkbrauwen ga ik wenkbrauwen doorspoelen. Wimpers van camera afdoen. Deze geeft gewoon echt een zo mooi effect aan mijn huid. Echt love it. En dan ga ik uiteraard door met mijn Tarte Shape. Heb ik gewoon dat deze toch net een ietsje mooier effect geeft als die van Makeup Revolution. Maar dat is gewoon echt een minimaal verschil. En ik vind die alsnog fijner. Dus stel mijn Tarte Shape tapes gaan op, ook heb ik er nog 4. Zal ik die ook wel echt wel gaan gebruiken. Mijn voorkeur gaat toch echt wel hier. En vooral toen ik het ook aan het editen was die video. Zag ik ook echt op camera het gewoon het net het perfecte verschilletje. En voor mij is dat natuurlijk heel belangrijk. Dat het net even iets anders is voor mensen. Gewoon een basic persoon zou ik denken like, I don't give a fuck. Maar I do. I do give a fuck. Dus ja, ik ben hier vaak over te praten. Heel veel mensen vragen, hoe zit het met je vlog? Waarom vlog je niet meer? Wanneer komen weer vlogs online? Daar heb ik eventjes een kleine pauze van genomen, omdat ik de datum van mijn operatie weet, de operatie. En ik werd daar heel zenuwachtig van, ik was er heel gek van. En toen kwam ook nog de stress en de zenuwen van, nou niet zenuwen van het vloggen, maar vooral de stress van het vloggen. Ik had alles vloggen en ik werd er zo gek van, dat ik dacht, oké, fuck you eventjes vloggen. Ik ga nu eventjes gewoon tijd en rust voor mezelf nemen, ook om me voor te bereiden op de operatie. De operatie ga ik uiteraard allemaal voor jullie vloggen. Alleen dat ga ik niet op mijn vlogkanaal uploaden, maar dat ga ik gewoon op mijn normale kanaal uploaden. Het is de borstvergroting, vlog en al dat soort dingen. En dan vanaf die vlogs komen er weer weekvlogs op mijn normale kanaal online, zeg maar op gewoon op Jess & My, waar je nu ook zit. Komen er dan weekvlogs op één dag van de week, omdat ik het niet meer leuk vind om dagelijks vlog te doen, omdat en de vlogs zijn niet leuk genoeg en ik vind het leuker om als ik iets leuks ga doen af en toe de camera erbij te pakken, omdat ik gewoon 9 van de 10 keer op de bank lig en het gewoon echt niet boeiend is. En ik vind dat ik niks doe in mijn leven, alleen ik zeg maar als ik iets doe wil ik doorwerken en dan wil ik er hard voor werken en wil ik niet constant de camera erbij te pakken. En ben ik dit aan het doen? Kijk, ik kan dat niet. Als ik iets wil doen dan wil ik gewoon eventjes mijn zin erachter zetten en zorgen dat het afkomt en niet en nu wil ik dit aan doen, nu wil ik dit aan doen, ik kan dat gewoon niet. En ik vind het heel graag dat sommige mensen wel kunnen, alleen mij lukt dat niet. En dan gaan we cream contour doen en ik laat het wel nog eventjes zeg maar niet, want ik merk wel als ik het zeg maar afpoeder en dan cream contour, dan de mix van de cream contour en de poeder is niet mooi. Dus dan ga ik nu eerst cream contouren met de Chanel Soleil Tint de Chanel. En daarna ga ik nog een keer met de beauty blender onder het oog en alles gewoon echt een mooie beauty blender aan. En dan poeder ik alles af, want dan maakt het toch echt even net iets meer snatched en mooi. Ik trek altijd hier mijn hoofd zo naar achter. En dan zo, en ik kijk hierheen, omdat hier mijn spiegel, zeg maar, staat. Maar het duurt helemaal niet zo heel lang. Kijk, ik ben nu al 7 minuten aan het filmen, maar ik vind dat ik met daily make-up routine, dat het zeg maar best wel snel gaat. Ik heb niet het idee dat ik zeg maar 2 uur voor de spiegel zit of zo. Want als ik 2 uur voor de spiegel ga zitten, dan ben ik zo obsessed met wat ik aan het doen ben. En dat maakt het er zeg maar totaal niet mooier op. Dus vandaar dat ik het hier doe. En normaal zet ik gewoon een muziekje aan en doe ik Netflix. En dan kan ik wel echt 2 uur bezig zijn omdat ik dan make-up ben. En dan zit er weer een stukje heel spannend in Netflix. En dan ben ik dat weer aan het kijken. Bijvoorbeeld, ik ben nu weer ik weet niet waarom, maar ik was even een tijdje gestopt met The 100. The 100 serie op Netflix. En toen laatst zag ik het langskomen en dacht ik, oh, zijn er wel nieuwe afleveringen? En toen bleek dat ik seizoen 4 na 1 aflevering was gestopt ofzo. Maar het zal dan weer per ongeluk zijn geweest. Dus die ben ik nu aan het afkijken, seizoen 4. Heel erg leuk. En ik blend het altijd echt de cream contour helemaal zo mee in mijn nek aan de zijkant en zo. Zodat het allemaal mooi met elkaar overblendt. Maar echt zo pietje precies met mijn make-up, ik kan dat niet. Mijn wenkbrauwen, daarom duren ze ook zo lang, ben ik echt super pietje precies mee omdat ik het heel belangrijk vind. Maar als ik alles helemaal pietje precies ga doen, dan word ik zo gek voor mezelf. Ik moet het ook gewoon een soort van hup hup snel doen ofzo. En het is nu ook allemaal nog niet goed geblend, maar
daar hebben we de Beauty Blender voor. Yay! Dus pak gewoon weer de Beauty Blender. Ga ik alle randjes nog eventjes mooi maken. En ik ga hier ook altijd te laag. Dus hier kan je het dan weer mooi clean maken. Omdat het, zeg maar, zo'n kast is wel fijn om mooi te blenden. Alleen het is niet precies. Dus met je Beauty Blender kan je het dan gewoon weer mooi precies maken. En nu pak ik het dus gewoon weer onder mijn oog om de lijntjes even weg te halen. En dan ga ik het dus afpoederen. Met Marc Jacobs. Jacobs of Jacobs? Jacobs denk ik, hè. Translucent powder. En de Y11. Ik vroeg aan jullie, hoe spreek je een Y uit in het Engels? Omdat ik dat echt oprecht niet wist. Dus iedereen, dan spreek je eigenlijk Y. Dus de Y11. Ja jongens, ik lees echt mijn comments en ik reageer ook best wel vaak onder mijn comments. Voor personen die denken dat ik dat niet doe. Want ik zag gewoon, ik lul zoveel als ik aan het editen ben. Ik heb echt soms zo intense beeldmateriaal dat ik echt denk van, girl, why? Waarom vertel je dit allemaal? Hallo? En dan edit ik er echt zoveel uit, maar nu... edit ik, zeg maar, laat ik dus alles erin zitten, omdat ik het dus niet ga editen. Dus als ik bullshit lul, you know why. Ik vind het namelijk heel leuk om te praten en te doen en ja. Losse poeder van Chanel met een H&M Powder Puff. En die druk ik in de poeder. En poeder ik mijn hele gezicht lekker helemaal boep mee af. Omdat deze foundation, zeg maar, is zo full coverage. En als je echt een extreme full coverage foundation, niet met een losse poeder vol zo afpoeder, ja, dan ga je echt glimmen. En vooral tussen je neus hier zo, ga je echt enorm glimmen. Dus vandaar dat ik het op deze manier afpoeder. Normaal als ik een, zeg maar, gewoon een normale foundation, hoe zeg je dat, een andere foundation zou gebruiken. Dan poeder ik het gewoon met een poederkwast en een compacte poeder af. Wel een high coverage poeder, alleen niet zo met losse poeder als dit. Omdat, zeg maar, nu is het super poederig nog, maar laat ik er gewoon eventjes intrekken. Want nu ga ik dus even snel mijn wenkbrauw doen. En dan, oh fuck, mijn wimpers. Dat is wel het kut aan de make-up tas. Het is altijd echt een mega zoektocht naar waar zijn de producten. Oké, ik heb dus mijn Anastasia Dip Brow Pomade in Medium Brown. En ik heb mijn Benefit Boeing Industrial Strength Concealer in nummer 1. En hiermee doe ik mijn wenkbrauwen. En ik doe wel altijd een voor mijn wenkbrauwen spiegeltje up close. Ja, eerst borstel ik ze even door en dan... als ik dan wat zie dat ik denk, oeh, dat haartje hoort er niet, epileer ik het haartje nog eventjes weg. En ik epileer altijd zelf. Ik laat nooit andere mensen aan mijn wenkbrauw zitten. Want de keren dat ik dat heb gedaan, iemand anders aan mijn wenkbrauw laten zitten. Brrr. Dat was echt super lelijk. Dus ik doe dat zelf. En dan gebruik ik een MAC 263 kwastje. En ik werk hem echt af naar de zijkant. Dus ik pak gewoon een heel klein beetje zo van de zijkant af. Ik werk niet uit het potje. Ik pak een klein beetje op een penseel. Dit deponeer ik op mijn hand. En dan doe ik ook meteen het potje weer dicht. Want als je zo'n potje open laat staan, droogt het heel snel uit. En ik ben nou al zo ver. En die van mij is echt gewoon nog niet uitgedroogd. Dus dat is een beetje de key, denk ik, om het niet te laten uitdrogen. Vanaf je hand werken. Dan ga ik er gewoon met een penseeltje een beetje doorheen. En dan ja. Ga ik mijn wenkbrauwen doen. Feel like I linger, linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Oké, dan heb ik mijn wenkbrauw dus schoongemaakt met de concealer onderaan. En daarna heb ik een bepaald penseeltje. Zoeken.
deze. En die ziet er ook echt super dirty uit. En hiermee blend ik dus de concealer die ik over mijn hele ooglid heb heen gedaan. En dat gebruik ik meteen als een soort van oogschaduwbasis. En ook gewoon om het ooglid er ja, samen te blenden met de rest van je foundation. Want als je je ooglid niet doet, dan heb je een naakt ooglid. Maar voor de rest heb je ook wel foundation. Dus dat blend ik altijd vanaf mijn wenkbrauw helemaal naar beneden. En dit poeder ik dan vervolgens zo eventjes kan vinden. God, op de poeder naar gelaten. Oh ja. En dan poeder ik dan weer af met dezelfde poeder als die ik in mijn ogen heb gebruikt. En dat is zeg maar mijn oogschaduwbasis. Meer gebruik ik niet. Ik vind de oogschaduwbasis zelf gewoon niet heel fijn. Omdat ik vind, als ik bijvoorbeeld een MAC oogschaduwbasis gebruik, die Paint or the Paint Pot ofzo, dat als ik dan vervolgens er oogschaduw overheen, dat het heel erg vlekkerig wordt. Dus dit is een perfecte basis voor je ogen. Gewoon een concealer. Dan is het eigenlijk al eventjes tijd om en ik heb het doekje te pakken. Want we hebben de restjes van die wenkbrauwpomade nog op onze hand zitten. En als je dit erin laat trekken, is het heel lastig om het eraf te halen. Omdat het echt super, niet permanent, maar het is super dekkend. En de foundation was aan de hand af te halen. Want vervolgens zit ik zo vaak aan mijn gezicht en mijn kleren. En ik ga er langs en zo. Ik heb meerdere keren gehad dat er een gigantische wenkbrauwvlek op mijn broek zat. Omdat ik dat spul dus nog op mijn hand had. Dus dan is mijn hand gewoon meteen weer eventjes schoon. Dan ga ik door naar contouren. Contouren, I don't know. En daarvoor gebruik ik de MAC Mineralized Skin Finish in Medium Gold. En dit was dus één product waarvan ik zei, deze heb ik echt verkracht. Omdat ik hem echt van helemaal tot op de bodem heb gebruikt. En verkracht is niet, ja, ik kreeg alweer veel berichten erover van verkracht, daar moet je geen grapjes over maken, verkrachting en zo. En ik maak geen grapjes over verkrachting. Ik zeg gewoon dat ik het product heb verkracht. En hiermee ga ik vooral met deze grote fanbrush. Ik weet niet, ik heb één keer gezien dat Nick Tutorials een grote fanbrush gebruikte. En toen heb ik dat ook gaan doen. En het werkt echt best wel goed. Ik vind het echt best wel fijn. Ik ga er gewoon echt letterlijk heel vaak doorheen. En dan, omdat de brush rond is, kan je heel mooi zo de rand van je gezicht, de rand van je voorhoofd. En het ziet er gewoon echt super geblend uit. Omdat hij gewoon super groot is en meteen ook alles een beetje uitblendt. En ik brush ook altijd mijn haar zo mee achter mijn oor. Omdat mijn haar altijd dus maar door de brush naar voren gaat. Dus die brush ik altijd mee naar achter. En daarmee contour ik ook meteen een beetje mijn oor, zodat die mee blendt. Dit is echt een handeling die ik al zo lang doe. Dat ik helemaal gewend ben aan de handelingen wat ik precies moet doen. Ik doe het onder mijn neus met een grote kwast. Omdat het je neus ietsje korter maakt. En hier dan zeg maar een soort van nose job zonder een nose job heb. En hier verder ik hem altijd gewoon een beetje langs mijn kaaklijn. En niet zo'n harde lijn zo, maar ik doe hem juist zo om het allemaal een beetje eroverheen te verderen. En ook dit achter mijn oor, want het is natuurlijk super weird als je achter je oor wit bent en voor de rest dus wel bronzed. Zo. Ja, het ziet er goed uit. En dan trek ik dit langs mijn nek naar beneden. Het ligt er heel erg aan hoe laag mijn shirt is, hoe ver ik dit neem weer naar beneden trek. Maar ik hou deze niet aan. Want ik heb het shirt van Kylie die ik gisteren ook aan had, dat heb ik in de was gedaan. En die wil ik vandaag ook graag aan het uitgaan. Zo, een beetje op die manier. Houd de contour vast. Pak ik twee andere penselen die ik gebruik voor mijn neuscontour. En hiervoor gebruik ik de Morphe E13 en de Morphe E22. Met de E13 ga ik eerst gewoon goed erdoorheen. Dit tik ik wel goed af. En wat ik dus doe, ik werd laatst een keer ergens opgemaakt, zette die letterlijk de neuscontour aan de zijkant. En ik keek me aan zo van, wil je letterlijk mijn neus dikker, breder maken? Of wil je mijn neus optisch kleiner maken? Ik zet hem altijd echt gewoon op het midden neer. En dit verder ik dan heel erg mooi naar beneden en dan pak ik ook dit mijn neusrand zo mee. Maar als jij je neuscontour aan de zijkant gaat zetten, ja, dan wordt dit toch juist breder en dan heb je echt een mega neus. En dat wil je niet, want je wil juist een nose job.
En ik trek hem ook altijd door, wat echt best wel belangrijk is in mijn mening. Trek de neuscontour zo mee in het begin van mijn wenkbrauw. Want een schaduw stopt niet opeens ergens boven aan je neus. Die loopt helemaal mooi door je wenkbrauw in. En dan vervolgens met dit penseeltje, waar dus geen product op zit, blend ik de randjes en blend ik de neuscontour mooi samen, zodat het allemaal mooi geblend is en er soft uitziet en niet een harde, dikke lijn is. Op deze manier. Nu lijkt het net alsof ik een heel klein neusje heb, die ik niet heb. En dan ga ik door naar blush. Blush, 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 blush. Waar ben jij? Hier is mijn blush en het is Nars Orgasm. Nog een product die ik helemaal verkracht heb. En hiervoor gebruik ik een ander kwastje. Dit is de MAC 137. En hiermee ga ik lekker zo hoep, 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 door de blush heen. En dit doe ik over slash boven mijn contour. Zeker niet eronder. En ik vind het niet mooi om het hier op de appels van mijn wang te doen. Want dan zie ik eruit als een freak. Dus ik vind het gewoon mooi om het gewoon boven mijn contour mee mijn haarlijn in te doen. Om alles gewoon mooi te blenden. En niet vanaf mijn appels van mijn wang. Want dat ziet er bij mij gewoon weird uit. En een beetje onder mijn neus. En dat is een trick die Marilyn Monroe, de make-up artist van Marilyn Monroe, ook Marilyn Monroe zelf vroeger deed. Overal over het hele gezicht waar ze contourt ook blush doen, zodat je warmte in je volledige gezicht terugkrijgt en niet alleen raar hier een beetje roze hebt, maar het overal hebt, zodat het allemaal mooi in elkaar overblendt. Het is dus een trick van de make-up artist of van Marilyn Monroe zelf, waardoor ze er dus altijd zo uitzag. Ja, dan, voordat ik ga highlighten, pak ik eerst weer mijn contourpoeder. En dan pak ik een oogschaduwpenseel en meestal pak ik gewoon eentje die erin zit die altijd echt super vies is. En dit is de Morphe M573, dus de M573. En hiermee ga ik door mijn contour heen, dit tik ik af. En deze ga ik als transitiekleur in mijn arcadeboog zetten. Dus ik begin hier aan het einde, even blend ik naar voren. En ik vind het vooral belangrijk als hij hier een mooie blend heeft richting mijn wenkbrauw. Ik zal er iets inzoomen dat jullie het net ietsje beter kunnen zien. Want jullie zitten gewoon best wel een afsluitje. Zo. Dus ik kijk naar het zo. En ik ga het vanaf hier zo blenden richting hier. En ik vind vooral deze overloop het belangrijkste. Omdat het de overloop is die je gaat zien. Snap je? Het is gewoon nu al best wel goed geblend. Ik heb nog bijna niks op gedaan. Het is echt oefenen hoor. Blenden. Echt oogschaduw goed geblend hebben, dus oefenen. En je kijkt natuurlijk niet zo. Je kijkt niet altijd zo. Je kijkt ineens niet zo aan. Je kijkt mij zo aan. Dus je moet ook vanaf zo recht voor elkaar inkijken. En vanaf zo moet je het ook gaan blenden. Want je kijkt ineens nooit zo aan. Hi, hi, ik moet echt hier niet. Dat doe je. Dus ja, je moet echt een beetje alle engels pakken. Alle engels kijken. En als het dan geblend is, perfect. Dus doe ik ook aan de andere kant. En wat dus het mooie is aan je contourkleur in je arcadeboog zetten, dat dus alles mooi met elkaar overblendt, omdat alle kleuren die je op je gezicht gebruikt. Oké, okay, dat heb ik getimmerd en zo, echt super fijn, kan ik echt heel erg gebruiken nu. Vooral omdat ik nu een video aan het opnemen ben. Alles wordt dus zeg maar dan mooi met elkaar overgeblend en alles matcht en mixt mooi met elkaar in. En als ik de overloop niet heel erg mooi vind, dan pak ik mijn neuscontourkwast en dan blend ik de randjes. En dan heb je gewoon een mooie geblende arcadeboogkleur. En wat ik dus de laatste tijd doe, en ik weet niet waarom, maar het is een leuk trucje en ik vind het er best wel cool uitzien, is ik pak mijn blush. En vandaar dat het gat zit. En dan pak ik deze grote kwast. Dit is de Morphe M504. En ik pak een goede hoeveelheid op dit kwastje. Ik tik een beetje af. En nu doe ik het hier, zeg maar, hier zo blenden. En ik weet niet waarom. Ik heb het een keertje gezien bij iemand. En ik heb het toen gedaan. Maar om een soort van rood hier vanaf de wenkbrauw mee te blenden in de contour. Echt op deze plek te zetten. Als je dan je wimpers op doet, ziet het er heel mooi uit. Zoals het er nu best wel gek uitziet. En menig mens zal denken, why the fuck zou je daar rood doen in het begin hier zo. Maar het ziet er best wel cute uit. Dus je zeg maar je wimpers op en alles. En
Ja, het ziet er best wel leuk uit. Dus deze moet ik letterlijk niet dagelijks. En ja. Er is nog niemand opgevallen dat iemand zei tegen mij van... Wat heb je met je oogschaduw gedaan? Waarom zit het zo raar roze daar in het begin? Omdat het dus ook allemaal wel weer samen blendt met de blush en de contour en de rest. En ja, op deze manier. Best wel apart, best wel weird, maar ik vind het wel leuk. Pak ik weer, again, de contour kleur. En dan de Morphe M506, een heel wat preciezer pensel, een heel wat preciezer penseeltje. Goed Nederlands, Jessie. En deze ga ik onder mijn oog blenden. Sorry voor alle kinderen en geboor en getimmer wat om mij heen is. Beneden zijn ze nog steeds, nu al 2 maanden of zo, aan het verbouwen. En hiernaast zit volgens mij de woonkamer van de mensen naast ons. En ze hebben een fucking irritant kind dat alleen maar loopt te krijsen en te schreeuwen. Ze hebben een vrouw die denkt die kan zingen en echt die gaat dan met het kind zingen. En het is gewoon echt het meest verschrikkelijke kakelgeluid dat ik ooit heb gehoord. En een man die... Volgens mij mij heel irritant met er gewoon kaartje muziek aanzet en hoe fucking annoying is. Dus ja, fun. Ik heb er geen last van omdat ik zeg maar hier alleen film. En ik denk dat ik de Aska aan het filmen ben, is het stil daar. Alleen het is natuurlijk nu zaterdag en iedereen moet een beetje wakker worden om te leven. Waar is mijn mobiel? God, hier is mijn mobiel. Oh, die ik echt even moet opladen. Het is 9:05. Ik moet even mijn mobiel aan de oplader doen. Dan zit ik straks geen mobiel in de trein, dat kan niet. En dan denk je, Jessie, trein? Huh? Ga je met de trein? Nou, ik heb dus nog steeds mijn auto niet, omdat er vorige week zondagnacht een auto in het parkeergarage waar ik stond is ontploft. Waardoor ik mijn auto er niet uit mocht rijden omdat het niet veilig was en bladibladibla. Vandaar dat ik dus nu nog steeds mijn auto niet heb. Dus ik kom met de trein. Pak ik weer de blush met weer een ander penseel, de Morphe E17. En deze blend ik hier nog weer overheen, over de contour. Ja. Waardoor het allemaal weer mooi met elkaar mix. Dus nee, je hoeft allemaal geen oogschaduwen te kopen. Want met je contour en blush en highlighter strak kun je ook een hele mooie ooglook maken. Waardoor alles mooi in elkaar overblendt. Dit ziet er toch cool uit. Dan is het tijd voor de highlighter. Als ik hem kan vinden. Ja, oké. Als allereerste pak ik de Kylie. De Kylighter in Cotton Candy Cream. Erg gebruikt, zoals jullie kunnen zien. En ik ga even wat uitzoomen, want... dat was inzoomen en ik heb een wieltje gedraaid en ik weet niet wat dat heeft gedaan. Dus ik hoop niet dat er iets heeft veranderd. Met Cotton Candy Cream. Cream. En met de Morphe Y14. De Y14. Ga ik een basis leggen voor de andere highlighter. Dus ik ga er een beetje zo overheen. En je kan ook hier stoppen. Ik hou van een extreme blinding highlighter. Dus ik ga er straks nog eentje overheen doen. Maar deze doe ik als basis. En wat ik dus heel lelijk vind, als je alleen maar hier highlighter doet en dan een ruimte met je oog hebt. Dus ik doe het echt natuurlijk helemaal hier tegen mijn oog aan. Zodat het allemaal mooi overloopt. Ik zag die mensen die letterlijk gewoon hier een streepje zetten. En dan denken, oké, dat is mijn highlighter klaar. Like, bitch, you need to blend it almost into your eye. En heel veel mensen blenden net vanaf hier boven hun wenkbrauw. Like, oh, dat is echt super lelijk in mijn mening. Ik blend het onder mijn wenkbrauw. Ik hou het onder mijn wenkbrauw. Dus laat staan dat hier alles glimt. Dat is niet mooi. Dat moet juist wegblenden en donker zijn. In mijn mening. Maar ik doe mijn make-up heel anders dan heel veel meningen van andere mensen. Dus ik kan wel lullen, maar... Laat me even lekker doen, want ik denk dat het leuk is. Want ik denk dat het mooi wel staat. Omdat... Uiteindelijk heb je dan het meeste zelfvertrouwen, of hoe noem je dat? Niet zelfvertrouwen, het meeste confidence. Echt, soms denk ik gewoon van, ik weet alleen het Engelse woord, wat is het Nederlandse woord? In ieder geval, dan heb ik heel erg veel confidence als je het zelf ook heel erg mooi vindt. In plaats van dat je iets doet en denkt, dan loop je over straat en dan denk je alleen maar, zie mensen het, het ziet er niet mooi uit. Dat is de basis met deze. Dan ga ik door
met de andere highlighter. En ik had deze ook gedeeld in de highlighter die ik verkracht heb omdat ik helemaal bij de bodem ben. En er echt gewoon super dirty uitziet. Ik weet niet hoe deze heet. Ik weet alleen dat die van Lore Highlight is. Die ik al heel vaak heb genoemd in mijn video's. Maar er staat geen sticker met naam of whatever op. Dus ik heb geen idee hoe deze heet. Wat ik wel doe is met een setting spray één spuitje over de kwast heen. Aftikken. En dan swirl ik er één keer doorheen. Dit tik ik af. En dan ga ik over de Kylie highlighter heen. En dan krijg je de Extreme Blinding Highlighter. Die ik zo mooi vind. Hij is extreem poederig, zoals je ook kan zien. Maar hij is echt prachtig. En om de 16 minuten stopt mijn camera met filmen. Dus denk niet dat ik iets wegknip of zo. Ik moet gewoon mijn camera weer eventjes aanzetten. Dus dan zal er een klein hapertje tussen zitten. Dus nee, ik knip niet. Ik moet hem even aanzetten. Oh, ik heb echt honger. Ik vind dat ik het nog best wel snel doe. Dit is de derde keer dat ik hem moet aanklikken. En per keer is het 16 minuten. En we zien er al best wel goed uit. Ik doe ook heel erg zo de boven en eronder en een klein beetje op mijn kin. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is, want ik wil mijn kin erachter. Maar... En wat ik dan doe, is ik pak dit penseel en ik doe zo mijn ooglid aan laten raken. Waardoor er dan een beetje een highlightje zo op mijn ooglid komt. Ik blend dit niet, ik doe hier voor de rest niks mee. Gewoon zo van, hey, daar zit een highlighter. En ik weet je, mijn ooghoek zo van, hey, daar zit nu ook een highlighter. Hoepidi hoepoep. Dat was de highlighter. En nu is het tijd voor lippers. Eerst ga ik mascara aanbrengen. Als ik die kan vinden. Ja, die kan ik vinden in mijn grabbelton. En daar gebruik ik het spiegeltje voor. Make-up op de grond. En ik gebruik uiteraard de Benefit Roller Lash, mijn favoriete mascara. En hiermee geef ik mijn wimpers een klein... Zo, hoorde je die? Die kwam helemaal vanuit mijn maag zo. Maar hier breng ik dus een klein laagje van op mijn wimpers. En dan ga ik wimpers plakken, wat ik dus eventjes ga wegknippen. Omdat ik dit al heb laten zien in een andere video. Waar ik letterlijk 10 minuten laat zien hoe je wimpers perfectly moet plakken. Ik laat wel even zien welke ik gebruik uiteraard. Ja, ergens wil ik heel graag de AliExpress wimpers gebruiken die echt extremely big zijn. Maar ik heb ook een paar lily lashes en die zijn een stukje kleiner. I don't know. Waarom ze vredig mascara aanbrengen? Ik vind het beginstukje, het hoort bij je, in het begin van je... In een corner, clear duct, dus hier even een plekje. Echt heel erg kut. Ik ben altijd op mijn ooglid. Wat is zo'n plekje? Zo van, hoe kom ik daar? Weet, hoe kom ik bij die haartjes? En dit is dan de mascara. En dit ziet er toch veel beter uit dan de mascara van de andere mascara. Die mascara, de Bedgelbein. Die is toch veel mooi, hè? En dan plak ik dus wimpers op. Dus dat ga ik eventjes doen. Dat knip ik dus eventjes wel weg. I'm so extremely sorry. Maar ja, zal ik die AliExpress wimpers doen? Ik denk het wel. Het zijn wel het mooist. Ik heb een papegaai. Wat moet je? Dit gaat zo fout. Dat ga je niet lukken, die sprong, schat. Zo kan je er misschien op. Ga er maar zo op. Ja, goed. Zo, wow. Lamme arm. Ze wou er heel graag in toen ik mijn wimpers aan het opplakken was. Ik dacht, kom maar hoor, kom jij maar naar binnen. Ik denk dat de video is met de meeste geruis en achtergrondgeluid ever. Twee buren die lawaai aan het maken zijn. Een kat die mijn make-up camera aan het terroriseren is. Een wasmachine die aanstaat. I'm so sorry. De wimpers zitten in ieder geval op. Hoewel ze een beetje vast zijn geplakt. Mijn onderwimpers. Maar de wimpers zitten op en ze zijn echt
gigantic, maar ik hou ervan. Dan doen we eventjes een gimme brow van Benefit door mijn wenkbrauwen heen. In de kleur medium deep. Omdat mijn wenkbrauwen lichter zijn dan mijn haar en dan mijn wimpers. En ik blonde wenkbrauwen heb van mezelf. En hiermee haal je al het poeder eruit, zodat je dat poederige laagje van je wenkbrauwen afkrijgt zonder glitterspel. Zonder echt je wenkbrauwen te moeten aanraken met je vinger of whatever. Dit helpt heel erg. Een donkere wenkbrauw. Jelly-achtige jelly. Zie je, dat ziet er al veel beter uit. En dan pakken we de mascara en gaan we de onderwimpers doen. Dus, ja, eigenlijk niks bijzonders. Eigenlijk gewoon heel erg voorzichtig de onderwimpers doen. Zodat je onder dingen niet aanraakt. En als dat gelukt is, dan ben je blij. En als het niet gelukt is, denk je, ja, who the fuck cares of eigenlijk. Nee, ik haat onderwimpers mascara aanbrengen. Het gaat altijd, 9 van de 10 keer, altijd wel onder zitten. Hoe voorzichtig ik ook doe. It always. Hoewel deze best wel goed ging, maar 9 van de 10 keer verneuk ik het altijd. Ja. En ik hoop dat ze morgen zichtbaar zijn. Maar dan kan er gewoon het beste bij. Een beetje mijn eigen wimpers. Zo. En dat is het voor de mascara. Ze zijn echt huge, maar ik hou ervan. Dit zijn echt zeg maar close to drag queen wimpers. Maar I love it. En dan ben ik eigenlijk bijna klaar. Fixing spray lippen en we zijn er. Zo fijn, zo snel. De grabbeldoos. Ja, wat zal ik op mijn lippen doen vandaag? Nude. Of Jeffrey. Oh, ik moet even deze losse restjes in het doosje doen. Want ik zie het al helemaal fout gaan. Dat mijn hele wimpers straks verneukt zijn en ik ze niet meer kan dragen. Dit zijn zo'n beetje mijn go-to kleuren. Of super country, een beetje donker. Of gewoon heel erg nude potion nude. Of zal ik echt gewoon een andere kleur gaan doen? Posh pie is het ook. Nou ja, dat is te dood. Oh no, ik denk dat ik gewoon deze van Jeffree Star doe. Daddy, of zo'n baby daddy doen. Ik heb even naar mijn grabbeldoos met lipsticks heen hoor. Ik ga er twee mixen vandaag. Daddy en mannequin. Dus daddy doe ik aan de buitenkant, mannequin doe ik een beetje aan de binnenkant. En fixing spray en that's the look. Valt nog wel mee hoe lang deze video is volgens mij. Volgens mij valt het echt heel erg mee. Lippen overlijden heeft pure concentratie nodig. I'm sorry. Wat is het dan? Oh, je gaat in mijn benen springen. Ik weet het niet meer. Kom maar gewoon zo dan. Anders ga je in mijn benen springen. Dan heb ik zo'n zin. Why do I feel like I linger? Ben je weer lekker papegaai mode, schat? Hè? Ja. Ik probeer rechte lijnen te maken, liever. Het werkt niet, het helpt niet ofzo. Op zich echt totaal niet. En dat is het denk ik. Het is niet extreem clean ofzo, omdat mijn Dizzy dacht dat ik dat ze een papegaai was. En ik zat overal op mijn hele vinger heen te smeren. Go me. Ik ben echt een kliederpot. Oh, nu ga je weg. Nu klaar ben, ga je weg. Goed man. En dan. Pak ik mijn wire.
en mijn fixing spray. En dan ga ik fixing sprayen en vervolgens waaien om alles mooi droog te blazen. En dan gaan we lopen. En mijn gezicht is echt daadwerkelijk gewoon nat. Maar als je het dan allemaal, dan haalt dit haalt echt het poedereffect weg. En laat het er allemaal gewoon het mooist geblend uitzien. En ja, that's it. Dan doe ik meestal mijn haar en dan ben ik ready to rumble. En nu doe ik nog eventjes... Soms doe ik nog een beetje over de highlight heen om echt intens te maken. En dan, ja. Dat is het dan. Dit is het. Dit is mijn look, ongeëdit, helemaal klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leerzaam vonden. Ik vond het best wel spannend om niet te editen. Totaal niet erg om niet te editen, want editen is echt een kutwerk. Maar ja. Dit is mijn finished everyday look. Ja, dit is mijn everyday look. Het is misschien voor heel veel van jullie best wel extreem. En dat snap ik. Maar dit is hoe ik mijn make-up mooi vind. Ik vind make-up heel leuk. En daarom doe ik het niet om dingen weg te werpen of zo. Maar ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jij de video leuk vindt. Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten. Ja, wat zullen we doen? Laat gewoon een leuke comment achter. Ik vind het sowieso super leuk om al je leuke comments te lezen. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.